Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Romy en wat we vandaag gaan uittesten is paashaas versierkoek. En we gaan hem eerst even openen. En zo ziet hij eruit. Ik maak hem nu open. Volgens mij ongeveer 8 nachtjes of 7 ga ik naar iets van YouTube. En misschien kunnen jullie daar ook heen. En ontmoeten jullie mij en allemaal andere YouTubers. Dus, in ieder geval wat erin zit. Is tam-tam-tam, 3 van deze mini paaskoekjes. Lijkt wel marshmallows of zo. Dat zijn het wel. Roze glazuur. Lijkt wel als je het deftig moet uitspreken. En witte glazuur. En dat doen we dus nu in het water. Het temperatuur ongeveer graden moet 50. En je moet wachten 2 minuutjes. En dat bakje was net te klein, dus ik heb lekker maar deen en zo mokken. Stop ze nu erin. En je moet het bijna het randje overknippen. Zo, laten we er eventjes lekker in zitten. Dan gaan we lekker 2 minuutjes wachten. Ik heb alvast een bakje en een schaar. Ja, die had ik al maar mee. Dus we stoppen, we knippen nu die marshmallows zakje open. Nu doen we het in het bakje. Zoveel marshmallows. Ik doe gewoon even marshmallows. Ik wil er zo graag eentje. Oké, het zijn marshmallows. Het smaakt toch een beetje naar een spekje. Dit was een spekje. En dit is heel belangrijk. Je moet een heel klein puntje eraf knippen. Want als je een heel groot... Ja, dan gaat het gelijk nu helemaal onder. Ja, en zometeen is hij klaar. In 3, 2, 1, 2. Nou, dit is het resultaat geworden. En ik ga aan jullie laten zien hoe het moet. Dus ik zou lekker blijven kijken. Als je dit ook wil kopen zo. Dus ik pak het eruit. Trouwens, dat zijn de tanden. Dat ik witte tandjes gedaan. Hij staat hier. En nu doe ik lekker roze tandjes. Ik denk dat er maar voor 2 koekjes al glazuur in zit. Ik had alvast deze 2 blokjes neergelegd. En ik doe nu even een roze marshmallowtje. Trouwens, ik heb hier ook eentje gedaan. 2 van wit en 1 van roze. Ik ga met roze verf om het snoetje gezichtje een beetje te vullen. Nou, deze is klaar. Nou, in ieder geval bijna. Ik moet het snel doen voordat het opdroogt. Dus ik doe even gewoon snel even dit. Het was echt een kok ook wat hij doet. Ik ben niet echt een kok, want dan is dat gelijk. Zo, volgens mij is hij nu wel klaar. Ik ben nu klaar en dit was de eerste. Deze gaan zien. Dit is de tweede. Zo. Ik ga nu proeven. Ik ga deze doen. Spannend. En ik ga bij de spekjes. Spekjes is altijd het lekkerst.
Ik vind het koekje niet echt super lekker smaken, maar voor de rest vind ik hem wel heel erg lekker. Boom! Opeens is de plaat weg. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken van deze vlog. Hoop dat jullie het leuk vonden en doe het blauw duimpje omhoog. Doei!